naar de 15 gemeenten binnen onze regio. Die moeten de komende periode zo'n 15 tot 20 vaccinlocaties inrichten. Dat is eigenlijk naast de bestaande locatie van bij Rotterdam de Heek Airport. En wij als veiligheidsregio zijn dan verantwoordelijk om het proces rondom de veiligheid te coördineren en af te stemmen met het bevoegd gezag, met de gemeentes en alle partners. In het kader van de virusbestrijding en de veiligheid van de mensen is het natuurlijk belangrijk dat die vaccinlocaties zo snel mogelijk operationeel gaan. Alleen voordat een locatie operationeel kan gaan, moet er een vastgesteld veiligheidsplan zijn. Een belangrijk onderwerp naast dat veiligheidsplan is dan het uitvoeren van de schouw. Nou, dat doen we ook weer door de betrokken collega's van de veiligheidsregio, samen met de gemeente. Onze collega's van de politie sluiten daarbij aan en natuurlijk de GGD-functionarissen. Als wij als brandpreventie gaan kijken van is het pand geschikt voor zo'n doelgroep, een aantal personen zou het relatief aan dit gebouw wel meevallen. Alleen je moet kijken van is de installatie, zoals de brandmanninstallatie, ontruimingsinstallatie, werken die allemaal nog, alle voorzieningen, vluchtwegen, blijven die vrouwen, hoe gaan ze de prikstraten opbouwen, gaat dat de vluchtweg belemmeren en voorzieningen van noodstroom, aggregaat en dergelijke, hoe gaat de stroomvoorziening. Wat heel belangrijk is dat we in deze COVID-tijd de ruimte kunnen bewaren. Dus er moet ruimte genoeg zijn om overal die 1,5 meter te kunnen waarborgen. De loopstromen moeten zo ingericht zijn dat we elkaar niet kruisen. We zien dat er een tweede ring geplaatst is. Ga kijken als dat brandveilig is. De vloer is hier brandweer, het materiaal wat er staat. En daarbij is het, mocht het nodig zijn dat er een ambulance ter plaatse moet komen, is het natuurlijk ook belangrijk dat die hier makkelijk kan aanrijden. Dus we hebben een aanrijroute uitgezocht, een opstelplaats en vanuit de EHBO-ruimte hebben we gezorgd dat er snel een connectie is met de locatie waar de ambulance dan komt. En verder spelen we als VRR nog een rol in de distributie van de vaccins die op bepaalde momenten tijdens een dag of tijdens een week uitgevoerd zullen worden.